Welkom bij alweer mijn derde vlog. In de tussentijd is er best veel gebeurd, want ik heb een trekkerrijbewijs gehaald en mijn eerste lammetjes zijn geboren. Maar vandaag neem ik jullie mee en gaan we 300 van deze prachtige dames melken hier bij melkbedrijf Batenburg in Giethoorn. Nou, we staan al in de stal en voordat we gaan melken doen we de koeien in de wachtruimte. En voordat we gaan melken gaan we al eerst even de bedden van de koeien opmaken. Soms mesten we er eens eentje achter de box en we zorgen weer dat het mooi vlak wordt. Dus dan kunnen de koeien na het melken hun welverdiende rust krijgen. Dus ideaal comfort voor de koeien hier in de stal. We storen nog wat kalk in de box. En kalk zorgt ervoor dat het vocht goed wordt opgenomen. En hoe droger het ligt bij het, hoe beter. Want we doen alles voor de uiergezondheid van de koeien. Op het moment hebben melk tot 295 van deze prachtige dames. Op het moment hebben ze een melkproductie van zo'n 33 liter per dag. Met een vetgehalte van 4,55% en een eiwitgehalte van 3,65%. En voor de kenners onder ons, hetzelfde gehalte momenteel is 106. Dat is prachtig. Deze melkstal heeft een subway. En het mooie van de subway is dat je eigenlijk alles ondergronds hebt. Dus daar waar de koeien staan, daar wordt natuurlijk wel eens gescheten. En met de subway blijft alles mooi schoon. Handschoentjes aan. We melken hier een 2 keer 18, zij en zij. Zoals je ziet, dan komen de eerste koeien naar binnen lopen. Wat ik nu aan het doen ben, is het schoonmaken van de uien van de koeien. Want je kan het zoals je ziet, er zit wat zaad zo aan en soms wat stront. En door het schoonmaken zorgen we ervoor dat het de melk zo schoon mogelijk in de tank komt. En dat de besmetting van koe naar koe voorkomen. Nou, het geluid dat je misschien wel op de achtergrond hoort, dat is de krachtvoer. In de vorige vlog heb ik jullie verteld over wat krachtvoer is. Dus als je dat nou niet weet, kijk even de vorige vlog terug, dan leg ik je haarfijn uit. Dus hier kunnen ook de koeien individueel sturen op krachtvoer. Super mooi systeem. Schoonmaken klaar, onderhangen maar. Het melk komt uit het uier. Een uier heeft 4 kwartieren. Via het kwartier loopt het door de speen in de tepelbeker. En verzamelt zich hier in de melkklauw. Via de melkklauw wordt het hier via de melkslang afgevoerd en gaat het hier door de muur heen. Als het door de muur heen is, wordt het door een leidingstelsel op alle melk bij elkaar en wordt het zo richting de melktank gevoerd. In de melktank wordt alles verzameld en wordt het 1 van de 3 dagen opgehaald door de melkfabriek. Dus je kan heel goed het verschil zien tussen de koe die net een vol uier had. Nou is die mooi leeg. Leeggemolken. Wat we na het melken doen is dat we een koe sprayen met dip. En een dipmiddel zorgt ervoor dat er eigenlijk een laagje om de speen komt. Dat laagje zorgt ervoor dat er niet zo makkelijk bacteriën meer via de buitenkant naar de binnenkant kunnen. Dus daarmee zorgen we ook dat de uiergezondheid van de koe helemaal op peil blijft. Deze melk zal in een rapid exit hek. En dat houdt in dat het hek voor de koeien in 1 keer omhoog gaat. Dus de koeien kunnen ook allemaal in 1 keer de put uitlopen. Dus dat is super mooi voor de doorstroming. De koeien worden dus herkend aan het begin van de melkput. We hebben hier te maken met koe 2123 en heeft al 24,90 liter gegeven. Dat is natuurlijk ontzettend veel, want ik vertelde net dat het gemiddeld op het moment 33 liter is. We melken 2 keer op een dag, dus per melkput is dat 16,5 liter. Deze koe heeft al bijna 25 liter. Dat is echt top. Nou, ik zet ze op een spoeljetter. En hier door komt dan het reinigingsmiddel met water door de tepelbeker weer in het apparaat. En wordt dus van binnen mooi helemaal schoongemaakt. En dan kan de melkmotor er weer uit. Nou, het werk zit erop. Ik heb er weer van genoten. Gauw op naar de volgende melkbeurt.